Goedendag, lieve kijkbuiskindertjes. We zitten vandaag weer in de auto, onderweg ergens naartoe. En Yvonne, waar gaan wij naartoe? Wij gaan naar de Jaarmarkt in Spijk. Spijk? Ja. En waar ligt Spijk dan, voor alle mensen die het niet weten? Naast de Rode School. Naast de, oh ja. Nou weet heel Nederland waar we heen gaan. Dacht ik. En wat gaan we, een jaarmarkt, en daar ga je staan met een kraampje met... Ja, en met mijn productjes. Een mooie producten. Ja. Brandschilderingen. Ik ga ook live branden waarschijnlijk. Live branden? Ja, ik ga mijn live branden. Dat doet wel pijn. Dat doen ze in India ook, geloof ik. Heb ik wel een keer gehad tijdens het branden. Ja. Mijn vinger branden, ja. Nee, ik ga gewoon pyrograferen. Pyrograferen? Ja. Oh, dat is echt niks voor mij. Dag mevrouw. Dag meneer. Wat voor moois heeft u hier allemaal staan? Nou, de leukste dingetjes. Gepersonaliseerde cadeautjes, leuke geschenken, brandschilderingen en alles wat. Het ziet er wel weer mooi uit vandaag, ja, Yvonne. Mijn man de kraan heeft ingevuld. Oh. We zitten weer in de auto, lieve kijkbuiskindertjes. Vandaag nemen we weer een stap in ons verhuisavontuur. We gaan vandaag op bezoek bij de nieuwe school van Loa. En we gaan even praten met ons financieel adviseur over de stappen die we gaan nemen voor het kopen van het huis. Ja. Een beetje zin in? Oh ja hoor, ik heb wel zin. Oh ja hoor, heb jij er ook zin in, Loa? We zijn aangekomen in Veenendaal. Achter ons is de nieuwe school. Als het goed is, waar is dat ding? Daar, de Burgt. Dat is de nieuwe school van Noah. Daar gaan we nu even naartoe. Ik ga daar niet binnen filmen natuurlijk. Dat is niet netjes. Hier is Noah. Heb je er zin in, jongen? Ja. Alright, doe even je duim opsteken voor Marjolein. Hey, Marjolein. Wij zijn net bij school geweest. Ja. En dat was heel leuk, Noa. Ja, heel leuk. Ja, je hebt er echt wel zin in, of niet? Ja. En ik heb net ook nog de gymmeester gezien. Ja, dan vond je dat tof? Ja. Dus je hebt wel zin in een nieuwe school? Ja. Goed heel zo. Veel. Ga je nu laten zien waar ons nieuwe huis komt? Ja. Oké, we gaan naar ons nieuwe huis. Tot zo. Doeg. We zijn weer terug van de financieel adviseur. Goede berichten gehoord, goede berekeningen. We zijn nu eventjes om af te koelen in een soort pretpark. Met allemaal dino's en dingen. Maar alles is gewoon dicht hier. Een soort spookpretpark. Dus van alles staat er, maar alles is uit. Maar wel mooi hoor. Oh, wat mooi. Oh!
inmiddels snappen we een beetje hoe het werkt hier. Het personeel zet alles aan, zeg maar. Als je iets vraagt, zeg maar, dan krijg je het. Ik mag bijna nergens in. Mocht jij nergens in? Maar is het te groot? Alleen in de hele in de achtbaan. Achtbaan. Dat was wel, en een treintje zou je geweest. Ja, dat was wel super cool. Noah stuurt het. Ja. Dan gaan we lekker verdrinken. Aanrader. Ja. Pannenkoek eten. Pannenkoek. En Noah die, weet niet waar is. Nee, nou, die is weer weg. Ja, dus. Maar ja, daar. Doe dat ding nou uit. Vervelend jij. Kijk, hij smelt al. Ja, ik heb geen idee waar ik ben. Volgens mij ergens bij de klok. En het uitzicht is heel gaaf. Alleen, ik vroeg me net of hier wel op een goede plek sta. Ik denk dat ik snel verder ga lopen. Is Pinksteren en in de hele provincie is er niet echt wat te doen. Dus ik zat me behoorlijk te vervelen. Maar we zijn nu maar even naar de speeltuin bij het Schathoes. Soms eens kijken of die open is. Kijk, dames en heren, lieve kijkbuiskinderen, er zitten de reetjes zitten achter ons. Ja. Hele blote reetjes. Alle blote reetjes. Ik heb nog nooit een reetje sowieso met kleding gezien. Misschien moet jij dat gaan maken. Wat vind je? Mooie gele broekjes. De broekjes gaan breien. Ja. Reetjesbroekjes. Je hebt er een schat? Ja. We gaan vandaag even terug de pruikentijd in. In de Menkemaborg uit Huizen. We lopen nu door de tuin van de Menkemaborg. Hier kun je speciaal een kaartje kopen om door een tuin te lopen. Weet je wat leuk is? Onze woning staat te koop en dan krijg je gewoon een gratis tuin bij. Ik bedoel maar, je hoeft niet elke keer een kaartje te kopen. Koop je gewoon een gratis tuin bij naar huis. Hartstikke idee. Maar deze is wel iets kleiner als deze tuin. Ongelooflijk. We lopen nu door een doolhof. Echt dolletjes. Nou, we zitten hier gezellig in de doolhof. Eduard vindt het echt super leuk. Dus we zijn nu aan het proberen om er weer uit te komen. Hey, schat, heb je een beetje naar je zin? Ja, ik vind het echt fantastisch. We zijn nog steeds in de doolhof. 3 uur later. Nog steeds de uitgang niet gevonden. Weet jij nog wat dat voor boom is, hoor? Papa zelf? Een family boom. Een
Weg naar huis, vanuit de pruikentijd terug naar deze eeuw. En wat we hebben geleerd, we hebben het er net al over gehad, Noah. Ja? We hebben eigenlijk niet zo heel veel geleerd, behalve dan dat je gewoon moet leven in het nu. En vroeger moet laten en dat de toekomst is. En dat er alleen vandaag is en dat al dat oude spul van vroeger, hoef je niet per se naar terug te kijken. Om te hebben wat je hebt en dankbaar te zijn. Dag. Dag. Wij gaan Lego'en. Yay. Bij het Legio Museum, bij het weekend van de blokjes of zo. Toch, Noah? Ja. Ga je meedoen met de wedstrijd? Nee, nog niet. Gewoon Lego, toch? Gewoon ja. Lego. Ja. De oliepomp goed? Die hebt de nee, oliepomp. Nee, goed. Is het nou goed? Nu goed. Oké. Okay. Ik kan ook nog aan. Dan kun je de volgende starten, Noah. Deze had ik net, toch? Ja. Welke had ik net? Nu moet je op de oliepomp knop drukken, Noah. Deze? Ja, achter elkaar. Klik, 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 tot het groene lampje gaat branden. Heel goed. Naar de volgende. Knop. Geef iets gas. Beetje gas geven en dan? Er staat daar, houd de startknop ingedrukt totdat de motor start. Maar doe maar, Noah. Huh? Gaat beetje, ja, dan moet je een beetje gas geven en dan de startknop ingedrukt houden. Ja, heel goed. Nou, een beetje gas geven. Nou, heb je hem aangedaan, jongen. Dan doe je de lamp ook nog aan, dan zien we niks. Hopla. Heel goed. Het is volbracht, lieve mensen. We dat is een duimpje, was het. Hebben een huis gekocht. We zijn nu in Veenendaal. Hier gaan we wonen. Ja, dit wordt onze stad. Dus, gelukt. Later.